Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Professor Layton en de Miracle Mask. In deze aflevering gaan we weer verder in de Akbedain Ruins. Ik heb er zin in. Oh, we zijn nu in Puzzle Chamber 3, daar waren we blijkbaar gebleven. Dat kan ik me niet meer herinneren. Ik zie wel dat er in ieder geval daar iets van een lever zit, of een lever. Het is maar net hoe je het wil noemen. En ik denk zomaar... Oh. Dat het de bedoeling is dat een van hun daar bovenop komt te staan. Oh, wacht. I do be having an idea. Ik denk dat ik eerst die kant op moet duwen. Oh. Kijk, nu valt er nog een. Oké, kan ik nu... Ik dacht dat ik hem hier ook kon laten. Oh, nee, tuurlijk niet. Ik ben zo'n domme jongen. Zo. Top. Lots of lots. Alsof we wisten wat we moesten doen. Jesus. Okay, nice. Brilliant, we can get through now. It's amazing. Okay, let's go. Een hintmuntje, kaboom. Oeh, we zijn nu op level B4. We're deep in the bowels of the earth now. I wish Henry could have come with us. He'd have loved it down here. Henry had to stay behind to perform his duties to uncover our escape. You said so yourself. He used to go everywhere with me, but all that changed when my father decided to train him up as butler. He's so keen. He left school to focus on training, didn't he? I've never had much of a chance to talk to him. My father really took to Henry. He's clever, hardworking, obedient, all qualities my father values. Not like me. My father never valued anything that I, Randall. Well, at least you're here, Hirsch, and we can take back the wild tales of our incredible adventures. Absolutely, we have to find something amazing. If only for Henry and Angela's sake. Let's press on then, shall we? Ooh, een grote open ruimte. Wow, the room I had looks enormous. It must contain something interesting. Let's go and see. LMP. Kami vol gevechtsmummies. Hang on, Herschel. Randall, look out! Not good! Randall!
Are you all right? Yeah. Ooh, that is a puzzle. Puzzle 93. Herschel versus mummies. These two mechanical mummies are moving in to attack Herschel. Luckily, he has spotted that mummies can only move along with the grooves in the tiled floor. Take full advantage of this and help Herschel get rid of the mummies by leading them into the pit. Okay. You'll need to get them to fall into the pit from the tile immediately above it. Okay. Wat gaan we nu doen? Ah. Dit kan nog best moeilijk zijn. Zo. Nu heb ik in ieder geval vast eentje. Ik hoop dat dit werkt. Kijk, eentje heb ik al vast. Zo. Nu moet daar eigenlijk alleen nog eentje van boven naar beneden zitten. Kut. Ah, nu moet ik ze allebei weer. Kutzooi. Zo. Ah, die heb ik nodig, wacht. Kut. Nu heb ik die in ieder geval. Dan wacht ik hier gewoon even. Gaan we vast even kijken hoe we die gaan verplaatsen. Gelukkig heb je hier niet echt een tijdslimiet aan deze puzzel. Nee.
Sorry dat ik een beetje stil ben, maar deze is best lastig. Ik heb het gevoel dat die hier moet. Zo. Zo, ik heb hem. Duurde even, maar dan heb je ook wat. Nou, we hebben de puzzel gehaald. Weg ermee. I'm not certain. Lekker lightning. Did I get it? Should have thought of that sooner. Nice. Come on, let's keep moving. Laten we dat doen. Laten we even keep moving. Akbedine Ruins. Level B5. Wow, what's all this? They look like some kind of crystal. What? Those blue things? I don't think they are worth much, you know. Valuable or not, they are very pretty. Jezus, mijn Engels ging eventjes helemaal op de bocht, Homer. But they are blocking the way. How are we going to go past? Let's try shattering them with a well-aimed builder. It can't be harder than smashing through those mummies. Blast, it isn't working. I think it needs a bit of momentum to break through the crystal. We need to set the builder rolling. Hey, wait. I think we can do it, Randall. Dat denk ik ook. Wacht, zal ik eerst eens eventjes zo'n schepje doen. Hotse flots, een hintmuntje. Daar houden we altijd van, hè. Kijk, we pushen hem gewoon die kant op. En we pushen hem die kant op. Pushen hem die kant op. Wat vlot. En we pushen hem die kant op. Ha! Tires of crystal. You're defeated. That was quite effective. See? Try and you'll be rewarded. With the right attitude, you can overcome anything. And if you ever do get stuck, just ask me for advice. Puzzle Chamber 4, oké. Oké, ik denk dat ik het... Oh, daar kan ik niet achter komen, wacht. Hier kan ik als enige achter komen. Laat ik die dan eerst even doen. Kijk, ik zie hem al. Kijk, deze pushen we die kant op. Pushen we die door de crystals heen in dat gat. Kunnen wij hier omheen lopen? Pushen wij die daarin? En daarin? Dan pushen wij hier die crystals weer kapot. En kunnen wij er zo omheen lopen. En dan hebben wij het gat gevuld in. Nice.
Oh, ik zie het al. Allemaal voor die dingen. Dat doen we gewoon. We zijn toch bezig nu. Zo, oké. Duck the hole. Een hintmuntje. Nog een hintmuntje. En zou hier een puzzel in zitten? Nee, een geheime tunnel. Oh nee, een geheim iets. Hé, de deur is hier dicht. What the fuck? What's going on with this door? There are about a dozen keys. How do we know which one to use? Nonsense, Randall. There are only five. And look, this plaque probably shows us which one to use. Oh, we hebben een puzzel. Daar houden we altijd van, hè? Oh ja, er zijn inderdaad vijf sleutels. En we moeten kijken of A, B, C, D of E de key matcht. Alleen ja, gaat het natuurlijk een beetje om hoe het eruit ziet. Nou, ik heb al gezien dat A niet klopt. Want als je bij A kijkt, dan heeft hij op het blad zeg maar drie kartelrandjes. En dan moeten er maar twee kartelrandjes zijn. Dus die kan het sowieso niet zijn. Nou, B kan het ook niet zijn, want die heeft bovenop een vierkant in plaats van een driehoek. Als ik het goed zie, zou C hem kunnen zijn. D kan hem niet zijn, want hij heeft het kartelrandje naar binnen in plaats van naar buiten. En E kan het ook niet zijn, want die heeft zowel het kleine blad als het grote blad naar dezelfde kant staan. Dus C moet het juiste antwoord zijn. Time to solve this little puzzle. There is no puzzle without a solution. Wat een vlotting. I have it, Hirsch. This is the key. There we go. One door opened. Well, that was a bit of an anticlimax. What a faff just to open a door. Don't you see? That made the boring door to a mysterious door. The Astron had a real sense of dramatic build-up. Dat kun je zeggen, ja. Puzzle Chamber 5. Even kijken. Even denken hoor, want dan moet er hier een komen, dus... Ik denk dat ik al iets zie hoe we deze moeten doen. Echt jongen, ik ben goed in dit soort puzzels. Oh, never mind. Ik had het niet moeten zeggen. Oeps. Ik dacht dat ik hem had. Alleen, dan kan hij die kant op. Oeps. Even restarten. Staat er daar natuurlijk al een. Ah, oké. Okay. Ik zie al, ik heb alleen in het begin het verkeerde bal gekozen. Deze is niet zo moeilijk. Oepsie floepsie. Dat was gewoon heel dom van mij. Want nogmaals, ik zei al, wat ik net al zei, deze is niet zo moeilijk. Oh, fuck. Flotse flenten, flenflonstelling.
Mummy Chamber 4. En Mummy Chamber 4, dat wordt iets voor de volgende aflevering. Oeh, met blauwe mummies. Ik ben benieuwd wat die blauwe mummies doen. Ik wil je bedanken voor het kijken van deze aflevering. Voor dit nou een leuke aflevering, doe een duimpje omhoog. En dan zie ik je heel graag bij de volgende aflevering van Professor Layton en The Miracle Mask. Adios, amigos.